Even met mij slopen. Het is hier stil. Stil qua vuurwerk. Ben ik niet gewend. De voorgaande jaren was het ook altijd op 1 januari. Altijd vuurwerk, vuurwerk, vuurwerk. Ze hebben het geloof ik doorheen geschoten of zo, ik weet het niet. De reden daarom is dat mijn schoonzusje een abonnement heeft op de toilet. Ja, het heerst. Er zijn meerdere die ziek zijn geworden. Zo uit het niets. Iets verkeerds gegeten of te veel gegeten gisteren. Kan allemaal, hè? Ja. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een nieuwe vlog. Ja, het is vandaag maandag 1 januari, nieuwjaarsdag. Dus allemaal een heel, heel gelukkig nieuwjaar gewenst. Het is al aardig laat, althans. Ja. Het zonnetje schijnt, het is bewolkt, ik zie blauwe lucht, dus daar ben ik blij mee. Maar het is zo koud, want het voelde aan als 3 graden. Ja, het is 9 graden. En het is 15:24. Ik ga nou hardlopen de meisjes uitlaten. En daarna pak ik de booster even en ik ga eventjes uitwaaien. En misschien als ik ergens aankom, ja, dan kom ik ergens aan. Ja, dat is altijd wel weer meegenomen. Maar ik heb wel een idee waar ik naartoe wil. En daar mag ik sowieso niet vloggen. Dus ja, ik neem jullie gewoon niet mee. Maar deze heb ik wel mee. Dus mocht ik wel onderweg iets zien, kan ik dat alsnog wel filmen. Ja, komt helemaal goed. Ik ben weer klassiek, ja weet ik veel. Ben weer keurig netjes aangekleed. Dus komt helemaal goed. We gaan er vandoor. Even met de meisjes lopen. Het is hier stil. Stil qua vuurwerk. Ben ik niet gewend. De voorgaande jaren was het ook altijd op 1 januari. Altijd vuurwerk, vuurwerk, vuurwerk. Ze hebben er geloof ik doorheen geschoten of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, maakt niet uit, wij gaan er lekker doorheen, hè meisje? Ja, kind. Oh, goedje. Hé, Rijka. Rijka. Mijn kleine meid. En daar is mijn grote meid. Hé? Ja. Dus we gaan er gewoon nog even vandoor. En jullie zien me later wel weer terug hoor. Ja, dat is simpel. Dus ik zou zeggen, geniet ze. Geniet een klein beetje met ons mee. En tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden. Ik ben maar thuis gebleven. Reden daarom is dat mijn schoonzusje een abonnement heeft op de toilet. Ja, het heerst. Er zijn meerdere die ziek zijn geworden. Zo uit het niets. Iets verkeerds gegeten of te veel gegeten gisteren. Kan allemaal, hè. Ja, maar ik wens iedereen. Gewoon iedereen. Niet alleen nog mijn lieftallige schoonzusje Gerry. Die niet, helaas niet in de video wil. Maar dat is gek respect voor. Maar ik wens iedereen buiten haar om, ook gewoon in het algemeen, van harte beterschap. Want ook Mary is ziek. Er is nog een vriendin ziek. Maar Mary die kwakkelt. Dat voelt ze er eigenlijk weer iets beter. En dan hup, krijgen ze weer een opdonder. Komt ook mede door, ze heeft een vriend. Bob genaamd. Het is een heel makkelijke naam, maar ik krijg die naam amper uitgesproken. Reden, ja. Ik moet hem niet. Weet ze hoor, weet ze. Ik heb een raar gevoel met hem, ja. Maar in ieder geval, die is ook ziek, maar die vertikt het om naar de huisarts te gaan. Maar hij dwingt wel meer om naar de huisarts te gaan. Hallo? Jij hebt niet te dwingen,
Snot, briebel die je er bent. Je bent heel een jonger dan dat het Mary is. Dus ja, wie ben jij om haar naar de dokter te krijgen? Nee, en ik heb het juist afgewezen. Ja, want ik weet welke dokter zij heeft. Ja. En dan moet ze niet naartoe willen. Nee, ik heb haar advies gegeven en of ze dat accepteert en doet, weet ik niet. Dat is aan haar. Maar in ieder geval, alle mensen die ziek zijn, van harte beterschap. Ja. En ga niet naar je huisarts. Nee, ga overstappen op kruiden. Natuurproducten. Van mijn dokter Vogel of wat heb ik hier of daar, want ik werd daar toen beroerd van. Dat is ook op natuurbasis. Slik je ook Davitamon tabletten met ijzer en visolie of hoe dat allemaal mag heten. Als je die tabletten allemaal slikt van Davitamon, ga daar vanaf, want er zit ook troep bij in. Neem dat. Dat merk. Nee, ook nog 2 euro korting op een doppie. Ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Nee. Ja, en waar kan je het halen? Nou, maak ik weer reclame, maar ik word niet gesponsord. Gewoon bij de DA-drogist. Nou, wie heeft er nog geen DA-drogist? En misschien hebben ook wel andere drogisten die jullie weer hebben het ook wel. Maar noteer dat even. Ook heb ik, als ik moe ben, deze tabletten. Dat is deze, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. En noteer het, zet de video even desnoods op pauze, dan kan je het rustig noteren. Maar ja, dat gebruik ik wanneer ik weer zo'n terugslag krijg van moe, moe, moe. Ja, nu heb ik ook heel lang op bed gelegen, maar dat kwam ook dankzij mijn lieftallige schat van een Elwing. Ja, mijn grote meid. Dus ja, ik heb vanmiddag ook mijn klein blokje weer gelopen, want daar werd, ik zei nog tegen jullie, het is rustig, ben ik niet gewend. Ik heb nauwelijks mijn jas aan en dan was er een knal. Ik denk, ja, hallo, moet niet. Ja, en onderweg ook nog een paar keer. Nou, en toen heb ik gewacht totdat ze gepoept had en toen ben ik maar omgedraaid. Ja, toch? Dus het komt wel weer goed met haar. En ik heb ook gezegd, dit jaar pak ik het anders aan. Ik ga vuurwerkgeluiden, heb ook YouTube voor speciaal voor dieren. Is om ze te trainen. Dan ga ik in, even zien hoor, oktober ga ik dan al beginnen desnoods. Eind oktober, begin november. Ga ik ermee beginnen, dan zet ik het keihard aan. En dan... Maar leid ik ze af met een spelletje of wat dan ook, weet je. Laat ik ze eventjes lekker bezig. En als ze het goed doen, snoepie! Ja, krijg ze gewoon een snoepje. En dan wordt het buiten een keer geknald. En ze negeren dat. Snoepje! Ja. Dus zo leren ze het beste af. Je hebt engelen geduld nodig, maar je leert het ze wel af. Dus komt helemaal goed, lieve vrienden. En ja, het is ook een tip voor jullie, als jullie dieren hebben en ze zijn bang, zoek het even op, vuurwerk voor dieren, om ze dus op hun gemak te leren te stellen. Zo simpel. Ja, ik had ook een ruzie, tenminste een woordenwisseling met een vrouw ergens, die had ook een hondje en die was eerst niet bang, maar toen kreeg die vuurwerk op zich afgegooid. En sindsdien is hij bang. Ja, dat kan gebeuren. Maar dan kan je het alsnog wel weer afleren. Om hem weer niet bang te krijgen. Nou, dat begint ze niet aan. Nou, dan ben jij geen hond waard. Als jij niet eventjes geduld kan opbrengen om je hond iets af of aan te leren. Dan ben jij geen hond waard. Doe dan je hond weg. Nee, er ook geen last van. Ja? Maar volgens mij is die vrouw dan zelf ook bang voor vuurwerk. Want anders heb je het er wel voor over. Maar nee. Volgens mij trekt ze alle gordijnen dicht, luxeflex dicht, weet ik veel. Ik wil niks zien. Mijn hond hoeft ook niks te zien. Ja,
Ze moet het juist wel zien. Elwing die lag wel rustig te kijken hoor. Helemaal die kop zo. Oh, prachtig hè. Die grote ogen die puilden er zo wat uit. Die wouden er eigenlijk naartoe. In de lucht, want het was prachtig mooi. Ik kan dat hier allemaal zien hè. Ook daar. Ik heb ruim zicht in de lucht. Dat is zo mooi. Ja, en dan allemaal het siervuurwerk. Helaas hebben we nog geen siervuurwerk zonder dat geluid. Nee. Als ze dat nou eens uitzochten en uit konden vinden, dan zeg ik toppie. Ja, maar helaas, dat hebben ze nog niet. Maar ja, wie weet wat dit vat zit, dat verzuurt niet. Toch? En anders hebben we pech. Ja, de sterretjes, hè, die maken geen lawaai. Die knetteren een klein beetje, maar dat is niet noemenswaardig. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. Maar geniet ook een beetje mee. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, de tijd is weer aangebroken om naar boven toe te lopen. Ja, ja. Want het is, hoe laat leven we? 7 minuten over 12:30 en ik ben heel, heel erg, maar ik heb wel weer gedaan wat ik doen wou. Ik had eigenlijk 2 willen doen, maar daar was ik weer te moe voor. Maar ik heb sowieso weer 1 op YouTube kunnen zetten. Dus ja, dat gaat morgen weer van start. Ja, dan kunnen jullie weer mijn vlogs bekijken en bewonderen. Dus dat komt er weer aan. Dan is de vakantie weer voorbij. Is voor mij al voorbij, want anders had ik niet vlogs in elkaar gezet. Ja. Maar dan is het voor jullie ook weer voorbij. Dan kunnen jullie weer lekker kijken. En ik ga hier lekker de boel afsluiten, de kaarsen uitdraaien en uitknippen met de AB. Die twee moet ik uitdraaien met het voetje van onder. Oh nee, die kan ik indrukken. Die moet ik wel draaien. En die twee is met de AB. Ja. Maar dat komt helemaal goed. Computer moet nog uit enzovoort. En televisie nog. En ja, jullie weten het. Ik heb altijd een heel gezwinters koude voeten. En dan kan ik niet slapen. En dan schop ik mezelf bont en blauw. Dus ik moet nog even een kruik klaarmaken. En dan lekker met een warme kruik naar bedje toe. En dan gaan we lekker slapen. Zo zeg ik, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Degene die morgen weer naar hun werk moeten. Of naar school, of weet ik veel wat. Werk ze en veel werkplezier. En ook degene die naar school weer moeten studeren, etc. Veel plezier met alles wat jullie gaan doen. En degene die nog niet hoeven, nou ja, lekker lui dan, ja toch. Dan kun je uitslapen nog, wie weet. Maar in ieder geval, welterust, slaap lekker. Geniet van jullie nachtrust. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!